How interesting could it really be? Mijn favoriete portret is het portret wat ik begin van dit jaar van Jeff Healy heb gemaakt in de kelder van Paradiso. Wat ik meestal probeer bij een portret, dit is een vrij bekende van Peter Garrett, is ik probeer een soort toevoeging te maken. In het geval van Jeff Healy was de toevoeging dat ik zijn gezicht eigenlijk helemaal in het zwart heb gelaten, omdat, zoals misschien de meesten weten, Jeff Healy blind is. Ik heb die Amerikaanse zangeres Adiva gevolgd in Berlijn. Meestal heb je zo'n fotosessie van 3 minuten en dan moet je heel snel improviseren. Maar de foto is wel gelukt. Ik heb Michael Girard, de voorman van de Swans, de hoofdman van de Swans, in New York op het Fire Island gefotografeerd. Afgelopen januari, hartje winter, onder zeer barre omstandigheden. Windkracht 9, 19 graden onder nul. Eigenlijk onmogelijk om te werken, maar misschien wel passend bij de foto die we wilden maken. Englishman kills the thing he loves by each lethis he has. Some do it with a bitter look, some with flattering words. Ik heb een foto uitgekozen van Toon Lok, die heb ik gefotografeerd in Londen. Hij was nogal slecht ter been en ik heb hem gewoon laten zitten waar hij zat en alle spullen eromheen weggehaald en toen een foto van hem gemaakt. Ik heb dus Anton Corbijn gefotografeerd dit voorjaar op het Centraal Station in Rotterdam. En het was ook voor mij heel erg moeilijk omdat, ja goed, je kijkt er toch een beetje tegenop. En toen kwam ik op het idee van, nou, ik laat Anton zelf die foto's maar maken. Dus ik heb hem 4 piek gegeven van, nou Anton, maak ze zelf maar voor het geval mijn foto's mislukken. ONRUST, Ruud van Houten, take 3. Roy Blok fotografeer ik in januari 1989. Ik vond deze foto mooi omdat het licht toen de tijd was vrij lage zon. En het had net geregend. Dat geeft een mooie sfeer. Hoelo! Ik heb de Urban Landscourt gefotografeerd en dat was voorjaar 1989 in Utrecht. Ik vond deze foto heel heftig en als ik naar een optreden van Urban Landscourt ga, dan voel ik diezelfde heftigheid. I am true god. Ja, ik heb de Stray Kids gefotografeerd in Paradiso, ik denk in deze zomer. Ja, ik probeer altijd een foto te maken zoals niet iedereen hem maakt. Dus niet altijd weer die gitarist of die saxofonist of zo. En nou ja, toevallig kwam deze jongeman van het publiek, die kwam in beeld. En ja, ik had mijn camera, hij stond scherp en hij paste precies goed in het kader. Dus. Ik heb dus Louis van Collen gefotografeerd tijdens Parkpop in Den Haag afgelopen zomer. Op 25 juni heb ik Living Color gefotografeerd op Parkpop in Den Haag. Ik heb dus Fishbone gefotografeerd op, in het voorjaar op Pinkpop. Ik heb een foto gemaakt van Björk, zangeres van de Supercubes in Coesfeld, West-Duitsland, mei dit jaar. Ik heb de Weddermeer gefotografeerd in de Melkweg in maart van dit jaar in Amsterdam. De situatie op het podium was stroboscooplicht, dat was het enige licht. En daardoor heb ik een lange sluitertijd genomen, waardoor je echt veel beweging in de foto krijgt.